je weer kijkt naar All These Games. Ik ben Bo. En ik ben Roy. En vandaag gaan wij weer Vendel opnemen. En dat is vandaag een beetje anders, want de camera staat super ver. De camera staat heel ver voor ons. We proberen dit keer eventjes weer iets met de setup. Dus nu, kijk, de achtergrond is nu ook heel onscherp. Dus als ik nu naar achteren rol, dan zie je me heel slecht. Ja, en mij heel mooi. Dus we proberen, want als je dit leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Als je het niet leuk vindt, laat het mij eventjes weten. We gaan nu, wat gaan we doen, Bo? We gaan het fanmail openmaken van de meeting. Want we hebben natuurlijk pas geleden een meeting gehouden in Utrecht. Ja. En daar hebben wij ontiegelijk veel fanmail gehad. Het is geen één tas waar ik mee kan. Woe, woe, woe. Dat want zijn er wel 6 of 7. Bo, we gaan het allebei, dan pak maar een tas. Dus we gaan nu al de fanmail openen. En dat gaan we wel wat sneller dan normaal, want het is ontzettend veel. Geen sponsor. Let's go. Als eerst hebben we hier een beker gekregen met daarin theezakjes, een brief en een pen. Daarna... Oh my god. En nee, ook nog een geurkaars. En bananensnoepjes. Nou, dat is wel leuk. Superleuk. Nou, we hebben hier een hele lange brief en deze brief is van Esther. Dus Esther, heel erg bedankt voor deze brief. En deze brief is van Jules. En die hebben we ons gezien bij Major Lazer. Oh ja, super heel awesome. Leuk. Nog een brief voor mij, van Esther. Een envelop voor mij met niks. Hey. En een brief voor mij en Roy samen, ook van Esther. Esther, ja, heel erg bedankt voor jouw leuke brieven. Dankjewel. Dan hebben wij hier de bananendoos. Oh. Het is letterlijk ook een echte bananendoos, want er staat ook echt een banaan op, zoals je ziet. Er zaten ook bananen in, maar die heb ik er wel uitgehaald, anders waren ze nu echt geschimmeld. Ja, oké. Okay. Welkom in de bananendoos. Wat is hier te vinden? Stinkt naar bananen. Hij stinkt nog wel naar bananen. Maar wat is hierin te vinden? Bananenparty, 3 tekeningen, een brief en een hartje van klei. Nou. Nou, als eerste, Bo, we hebben ontzettend veel bananen. Yay! We hebben hier een hartje van klei. Wat cute. Superleuk. We hebben hier een brief voor mij. Een brief voor Bo. En een logo ingepakt. En een brief. Ja. Dus wij gaan alles even lezen. Nou, Lin en Anouk, heel erg bedankt voor jullie brief. En voor jullie tekening natuurlijk. En jullie hebben ook hier het logo superleuk getekend. Dus heel erg bedankt voor deze tekeningen. Dankjewel. We hebben hier ook het logo uitgeknipt. Dit is van Nina en Noala samengemaakt. Superleuk ziet het eruit. Dus... heel erg bedankt voor dit. Ik kan er gewoon bodem mee slaan. Ja, dat kan. Dan hebben we hier een tas waarop staat ADG fanmail. En er zit heel wat in. Partypoppers. Nou, dat gaan we dus even niet doen, want ik wil niet stofzuigen vandaag. Nee, niet doen! Oké, dat doen we niet, maar wel heel leuk. Moppen voor ADG. Waarom is een banaan geel en niet oranje? Waarom? Dan was het een sinaasappel. Een sinaasappel is ook echt zo'n worm. Ja, dit is allemaal van Erika. Oh my god, en er zitten ontzettend veel bananenlooms in. Oh, wat is het met bananen vandaag? Een hele tros bananen. Oh my god, en hier weer een bananentekening. Nou, ik weet niet hoor. En nog meer bananen. Oh my, we hebben ook een Chantal getekend. Hey Chantal, ja! Oh. Hé, wat? Ik kan maar heel goed nadoen. Ja. Chanel water. Nog meer bananen. Oh nee, wist je dat je voor het slapen gaan het best een banaan kan eten? In bananen zitten slaapstofjes die ervoor zorgen dat je moe wordt als je in bed kruipt. En daarom zijn onze hobby's slapen. Hey! Nee, is leuk. Ik weet niet van wie het is, want het staat hier niet op. Maar... het is denk van Erika of de mensen die met Erika liepen of zo, weet ik. In ieder geval, bedankt als jij dit hebt gemaakt. Dan hebben we hier een Chantal pretpakket. Oh nee. Ik ben heel erg benieuwd wat daarin zit. Oh nee. En daar zit een eigen gemaakte loom voor Chantal. Maar zie je ook dit? 2 elastiekjes. Nou jongens, het elastiekje is te klein, dus het wordt vandaag een klein Chantal staartje. Oh, hij is wel cute. Net een palmboom van Habbo. Ja, dit is ook een palmboom. Roy, kan jij Chantal worden? Doe deze elastiekjes in en het armbandje om. Hij heeft vandaag het lelijkste ooit. Hallo jongens, ik heb wat heel erg te vertellen hoor. Ik was net naar de kapper geweest. Ze hebben mijn haar geruineerd. Kijk nou! Oh. Ik hoor dat mensen jou eigenlijk niet zo leuk meer vinden. Nee, ik ga wel weg hoor. Maar bedankt voor de armband. Dankjewel. Dankjewel allemaal. En we hebben hier nog een kort berichtje van Erika met ook wat screenshots van Omegle. En ze zeggen bij dat ze gaan pannenkoeken gaan gooien op Dutch Room Gathering. Nou, kom maar op bijt. Kom maar op. Ik sla jou met een pan. De koek. Nee, grapje. Dan hebben wij hier nog een brief voor Roy en Bo van Emma Sanderijn. En we hebben ook nog een Q&A, maar Q&A's doen we helaas nu niet, omdat het veel tijd kost. Maar in ieder geval, dankjewel. Nou, we hebben hier van André voor Bo en Roy helemaal leuk ingepakt. Er zit een cadeautje in. Oh my god. Oh my god. Superleuk. Kijk nou jongens, het is een lijstje en er zit een puk in. Oh, ik heb er echt puk. Ja daar. Oh, oh dat is zo'n halve. Nee, zal het zo zijn? Een koala? Ik krijg hem niet over, maar zal het zo zijn? Ah! Ah, dat is leuk. Die is echt leuk, die moet je daar neerzetten. Die gaat naast mijn bed of op mijn bureau. Heel die gaat leuk. Ergens. Dankjewel. Oh, superleuk. En we hebben hier de brief van André. En het is inderdaad André de Rozijn. Dus heel erg bedankt voor jouw fanmail en voor de schilderijtjes. Echt heel superleuk. Erg leuk. Dan heb je een hele grote tas waarin 2 van deze kussens zaten. Yay. Met het logo. En ik zou je wat leuk vertellen, die van mij ligt altijd op mijn bed en soms lig ik daar wel eens mee, dus hij is goed in gebruik. Ik ga de mijne ook wel lekker op een beetje leggen. Dankjewel, ik weet niet van wie het is, maar dat gaan we nu ontdekken. We hebben weer tekeningen gehad, het logo, een tekening van mij, een tekening van het logo en van Roy een tekening. Helemaal super. We hebben ook een pakje appelsap gekregen, maar volgens mij was dat niet de bedoeling. Maar ja, ik weet niet, dankjewel. Lekker drinken, misschien was het van jezelf en dacht ik, ik doe het ook lekker in die tas. Neem ik lekker mee naar Bo en Roy. Nou, nu hebben wij lekker appelsap. Dankjewel. En dan hebben we hier denk ik de brief. Oh my god. Bo? Nee. Wat is het? Oh my... Het is zelf getekend. En wat zit erachter dan? Een BB-8. Oh, daar zit er nog één gekleurd. Oh. Oh. Geweldig, wat leuk. Oh god. Oh my god. En ze is 14. Oh my god, dat is het enige wat eruit komt. Oh my god. Nou, Laura, super bedankt voor jouw mooie tekening. Echt, ik ben er hartstikke blij mee. En hij gaat zeker aan de muur. Dus heel erg bedankt voor je tekening. Dan gaan we nu naar het volgende. Oh, ik zie cadeautjes. Ik zie cadeautjes. We hebben weer cadeautjes. Nou, daar word ik blij van. Dit is 1 cadeau. Ik weet niet voor wie is, maar we gaan het gewoon openen. Het zijn bananen. Oh nee. Het zijn bananen. 2 zakken bananen. Ja. Yeah. En ik heb nog een face mask. Nou, ik had de tutorial doen. Wat doe je? Een gezichtsmasker. Oh, wat leuk, dankjewel. Ik word dik dadelijk. Ja, we worden dik van deze bananen. Oh. Dankjewel voor degene die dat heeft gegeven. Oh nee, er zit nog een banaan in. Bo heeft serieus net een banaan gevonden. Oh, het stinkt. Nee, dat meen je niet. En hij is bloedzwart. Bloed is niet zwart, maar... Oh, het stinkt zo erg, die banaan. We hebben hier een tekening van Bart met een T. Oh. En we hebben Sam met een M. Maar dat is gewoon goed. En we hebben Kai met een J. Chantal met een L. All These Games met gewoon goed. En Roy met een Y. Nou, dat is wel goed. Hey. En hier staat AGT. Ook al is het eigenlijk ATG. En we hebben hier Bo. En oh, hartstikke leuk. En ik heb weer een geurkaart erbij. Woe, woe. Ik heb er zoveel, jongens. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. En hij ruikt lekker. Oh ja, oh, die wil ik wel. Ja, nee. Nee, lekker, ja. Nou, heel erg bedankt voor je fanmail. Er staat helaas ook geen naam op, dus dat is wel een beetje jammer, maar wel heel erg bedankt. Ik weet dat ik je heb gezien. Ik weet dat ik met je op de foto ben geweest. Ik weet dat je bent aangeraakt. Dus bedankt. We hebben hier een heel leuk tasje met een All These Games logo erop. Dus dat is denk ik wel van ons, hè? Nou, ik denk het wel. Ja. Roesel. Oh, ze heeft een puk! Hoe heet ze? Amy heeft gewoon een puk, jongens. Amy, wil je mij een mailtje sturen aan roy@allthesgames.nl? Dan kom ik bij je langs om hem te koelen. En dan geef ik jou ook een knuffel, dankjewel. We hebben hier een hele leuke brief van Josra. Heel erg bedankt voor die brief. En dit is een tekening van Brit. Die is ook super mooi. Heel leuk. We hebben hier iets wat niet in de fanmail video mag, dus die leg ik hier lekker naast. We hebben hier een pakketje van, hoe heet ze nou? Van Femke, met allemaal dingetjes erin. En ik heb hier een vlaggetje. Ik weet niet van wie. Maar... Dat was van Femke. Is dat van Femke? Femke, ik heb ook je vlog gezien. Dankjewel. Nog een klein leuk kaartje met een kat erop van Andrea en Martine. Yay. En dit mag ook niet in de fanmail video, dus die bewaar ik lekker hier. Dan heb ik hier nog 2 koala beeldjes voor Bo. Oh. 2 kleine koalaatjes. Nou, je weet wat ermee gebeurt. Gaan gelijk naar de collectie. En heb ik hier nog een lekker ijsje. Is je lekker? Nee. Hier zit een heel blok in, joh. Kijk nou. Wow. Oh my god, een heel blok. Oh my god, jongens, kijk nou. Dit is gewoon een heel... houtblok. Ja, van wie is het? En er zit gewoon met spijkers dan, staat er ATG en hebben ze een touwtje doorheen gedaan. Superleuk. En het is van Sydney. Nou, Sydney? Leuk. Ben je lekker in het bos geweest? Hey. Nou, die gaat niet in de doos, dat lijkt me niet goed idee. Nee, er zit hier een banaan in. Nee. En zit hier ook nog een banaan in? Nee, dat ben je niet. Oh nee. En die is echt pik zwaar. Nee, en het stinkt natuurlijk. In ieder geval zit wel in een heel mooi tasje. Wel een leuk briefje hier hebben we van Eva. En we gaan schrijven naar Fleur in Zettertogenbos. Waarom gaan we schrijven? Want ze heeft toch dan een meeting? Nou, maar we gaan ook schrijven. Oh, ja, het kan allemaal. We hebben hier een heel cool van karton gemaakt All These Games logo. En ik heb hier een brief van Jorrit en die had ook allemaal leuke cadeautjes in zijn brief gedaan. Dus dankjewel daarvoor. En dan hebben we hier ook nog een brief voor Bo en Roy, heel leuk gedaan. Dat is creatief. We hebben hier ook nog een tekening van mij en natuurlijk van mevrouw Beljaar zelf. Er zit een heel klein, maar kort maar krachtig briefje in van Lois. Dan hebben we hier een logo en een brief van Rania en Meis. Oh, dit is ook van Rania en Meis. Dit is best wel leuk gedaan, ook aan de achterkant zo. Superleuk. Fancy. We hebben hier ook nog een leuke brief van Selina en die heeft ook een Instagram account. allthesgames.fan. Dus die heeft een fan account. Krijgen nou maar wat. Dat is altijd leuk. En we gaan ook schrijven naar haar, blijkbaar. Dat gaan we schrijven. We hebben hier een brief van Kira en we hebben elkaar een keer op Omegle gezien. En we volgen haar op Twitter zelf. Een hele lieve brief van Kira. We hebben hier een tekening van een koala en een puk. Van Isa. En het logo. En het logo. En natuurlijk een brief van Isa. Dus hartstikke bedankt. Dan hebben we hier een brief van Ciara, 14 jaar. Een trouwe fan, zegt ze zelfs. Oh. En dit staat ook op de achterkant. Die vind ik fancy. Ja, die is heel fancy. Maar dit zit er allemaal in. Ik heb een paar opgevangen. Allemaal karamelsnoepjes. Yay! Hier nog een schaap met een aubergine van Diane en van Sydney. Hun shipnaam is Disney. En we hebben hier nog een tekening, team ATG, Bo en Roy, van Mila. Hartstikke leuk getekend. Dan hebben we hier een tekening, dat is heel cool. Zo. Dat is met van die blaasstiften wat ik vroeger ook had. Ken je dat niet? Iedereen blazen? Ja, zo. En dan komt dit eruit. En heeft hij een heel mooi iets van gemaakt. Leuk. Bananen zijn B. En dit is ook nog van Nienke. Ook met een blaasstift en een koala erbij. Hier een foto van mij, heel lelijk. Hier nog een foto van mij, heel lelijk. Hier ook een foto van Roy, heel lelijk. En van mij, heel lelijk. En we zijn allebei gewoon lelijk. En hier staat de bril. De brief op. De bril. We gaan nu de bril lezen. De bril van Elena. De bril. We hebben hier nog een klein briefje gemaakt door Fien. Hebben we hier nog een aanzichtkaart van Berit en Kim. R2D2. Daar maak je mij nu echt blijer mee dan met een koala. Oh. Echt serieus. Oh my god. En dan hebben we hier ook nog een brief van Kate en Amy. En dan was dat het helemaal, jongens. Woehoe. We zijn er snel doorheen gegaan. Ja. Dus sorry als we niet jullie vragen hebben gedaan. Maar we moeten natuurlijk wel... Dat komt omdat we gewoon zoveel hebben gekregen op de fanmeeting. En dat betekent dat het wel... anders hadden we 5 video's met dit allemaal, dus we moesten er snel doorheen. Als je nou helemaal hebt gegeven op de meeting en het is niet in deze video gekomen, dan zit het misschien in onze tas zelf nog, wat wij daarachter hebben staan. Dan komt het vanzelf nog in een video terecht, toch? Inderdaad. En als jij gewoon fan wil sturen, gewoon, en je wilt niet naar de meeting komen, maar je wilt wel fan sturen, adres staat in de beschrijving. En dan kan je dat lekker doen. Ja, en dan gaan we nu weg. Daag, blokhoutwerk, Bo. Ga je het aan? Oh yeah!